Jaap Ressers. Laat ik even uitleggen wie ik ben. Misschien wel makkelijk. Jaap Ressers, ik kom uit Brabant. Wat dat betreft ben ik dubbel gehandicapt. Richard die belde mij en zei, Jaap, kun je opkomen treden, want dan krijgen we subsidie. Ik zeg, nou ja. Mijn leven heeft altijd een bepaalde kant op gegaan. De lagere school, VBO, economische vakken. Ik heb de universiteit ben ik gaan doen, international management. Mijn doel was topman bij een bedrijf worden. Shell, Unilever, het financiële pad. Totdat ik op een gegeven moment op vakantie was in Portugal. En ik was op een uur of één 's middags. Ik loop gewoon het water in. En ja, ik ben net voorbij dat momentje voor mannen. Ik sta op mijn middel in het water en er komt een hoge golf aan. En ik weet niet of jullie dit herkennen, maar daar staat mijn naam op. Vanuit stand spring ik in die golf. Waarschijnlijk gaat er iets mis. Er heeft een steen gelegen of een zandbank. Ik duik te diep naar beneden en ik breek mijn nek. Ik wilde weer lopen. Dat is het eerste waar je aan denkt. Ik heb alles aan gedaan. Ik heb 4 jaar heel intensief gerevalideerd in de SM-kliniek, de Sint Maartenskliniek. Ik heb me helaas wel bij moeten stellen. Ik heb me bij moeten stellen naar weer een keer lopen. Fantastisch apparaat, een locomat. Heel gaaf om weer te ervaren. En ik merkte dat het maakt niet uit of iets niet lukt. Maar ik wil er wel alles aan gedaan hebben om het maximale uit mijn mogelijkheden te halen. Iedereen die hier in de zaal zit, heeft iets meegemaakt waar ik niet mee wil ruilen. Bij mij is het heel zichtbaar, heel tastbaar, een rolstoel, oké. Maar jullie hebben allemaal iets meegemaakt waar ik niet mee wil ruilen. En wat we op ons pad krijgen, daar kunnen we niet voor kiezen. Daar krijgen we er gratis bij. Maar hoe we omgaan met die tegenslag, dat bepalen we wel zelf. De manier hoe je omgaat met je tegenslag, dat bepaalt de kwaliteit van je leven. Aan elke tegenslag zit ook een kans om te vernieuwen of een lichtpuntje. Dus volg je dromen en maak het verschil. Dankjewel.